Goedemiddag. Na een goed gevulde lunch gingen we met een goed gevulde maag weer verder. Vanmorgen waren we bij Ebbega en nu zijn we bij de familie Bosma in Kolmezwaag. Het is hier warm. We staan gelukkig een beetje in de schaduw. Dus we kunnen het wel volhouden. Hallo, ladies and gentlemen. After a good lunch, we have a good feeling and we do the touring by the family Bosma. It's luckily a little bit in the shade. It's warm in Holland, so we make a good touring.
We beginnen met nummer 1. Een paard wat een iets lang hoofd heeft. Zou ook iets edeler in zijn hoofd kunnen zijn. Het paard heeft een verticale hals met een iets onderhals. Schouders ligt er goed in. De bovenlijn is sterk. Hij heeft een kruis wat een gewenste ligging heeft. Ook voldoende verlengte is. Het voorbeen is ietsje Frans. Het achterbeen is sabelbenig en zou ook iets droger kunnen zijn. In stap misten we wel wat de regelmaat en zou ook ruimer kunnen zijn. In draf is hij behoorlijk hoog in zijn ritme. Komt hij niet tot een zweefmoment, maar wel voldoende ruimte. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Number 1. The head could a little bit nobler. The neck is long enough, but a little bit under neck. Good upper line, strong upper line. The croup is long enough and good shaped. The walk, could a little bit more regularity and also more roomy. In trot, is high in the rhythm and missing some suspension. So we take it in the stud book today.
Thank you.
Hey. Goed. Uitslag van nummer 2. Een paard wat voldoende in het ras staat. Hij is een beetje een lang hoofd, maar wel een hoofd met uitstraling. Hij heeft een lange hals, mist een beetje de nek. De bovenlijn is voldoende sterk, heeft een lang, goed liggend kruis. Het voorbeen is goed gesteld en het achterbeen hebben we toch wel wat moeite mee. De rechterkant is een dierenartsverklaring bij, maar de linkerkant is ook niet mooi droog. Dus de sprongen zijn een beetje overvuld. En het linker achterbeen wordt ook helemaal scheef naar binnen gezet. In stap zal hij ruimer en meer regelmaat moeten hebben. In draf heeft hij een goed voorbeengebruik, maar zal ook het achterbeen meer en met meer regelmaat moeten geplaatst worden. Ook meer onder het lichaam geplaatst worden. Maar vanwege het afwijking in het linker achterbeen en de onregelmatige stap wordt het paard vandaag niet opgenomen. Number 2 is a horse with a little bit nobler in the head. It's a long neck, good up, vertical neck. The back is a little bit weak but strong enough. The croup is good and long. The quality of the legs could better. And also the quality of the walk was not regular. And in trot, he needs more uphill and also more the behind legs under the body. But because the not good quality of the legs and the walk, we can take her in the stud book today.
Nummer 3. Een paard met een voldoende edel hoofd. Heeft voldoende neklengte, ook een voldoende halslengte, die ook verticaal op zijn lichaam staat. Schouder is een beetje steil. Heeft een goede bovenlijn met veel bespiering. Ietsje strak op zijn lenden misschien, maar daar had hij geen last van. Kruis is voldoende van lengte, is ietsje hellend. Het voorbeen is goed gesteld, staat ook goed onder het lichaam. De kwaliteit van het achterbeen zouden we graag wat meer hardheid in willen zien. Ook is hij licht sabelbenig. In stap zou hij meer ruimte moeten maken en ook iets meer lichaamsgebruik moeten hebben en ook iets meer ruimte. In draf was hij voldoende opwaarts, had hij ook wel een achterbeen wat voldoende onder het lichaam kwam. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 3. Dat is een noble head, een long neck, good upper line. De croup is long, a little bit sloping. The quality of the legs was a little bit flat in the hocks. Could a little bit better. The walk also needs more roomy and also more regularity. In trot, he was uphill enough and the hind legs enough under the body. So overall, we take her in the stud book with a third premie. Thank you.
Thank you.
Nummer 5. Paard met een iets recht neusbeen, maar wel een voldoende sprekend hoofd. Heeft ook voldoende halslengte. Heeft een lichte onderhals. Schouder is voldoende van ligging. Sterke bovenlijn. Goed aangesloten. Kruis is voldoende van lengte. Paard heeft een lang voorbeen. Ook een beetje een lang achterbeen. De stand van het voorbeen zou wat correcter mogen zijn. Vooral rechtsvoor. Het paard heeft in stap wel eens wat moeite met de regelmaat. En zou ook iets ruimer kunnen stappen. Daarentegen, hij draaft heel goed. Kan goed schakelen. Kan goed door de bochten draven. Maar vanwege kwaliteit op het beenwerk en de stap krijgt hij vandaag een derde premie. So number 5, the head is a little bit nobler, a long upstanding neck, a little bit under neck, good upper line, strong upper line, the croup is long enough, and also good legs, only the quality and the stand from the front legs could a little bit better, also the hind legs are a little bit sickle hocked. The walk got a little bit roomier, and also the regularity, and in trot she was uphill, good through the body, so we take it in the stud book with a third premie.
Dan hier de uitslag van nummer 6. Een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn. Hij is een beetje zwaar in zijn hoofd-halsverbinding. Ook de hals zal wat meer lengte. En is ook een beetje zwaar, komt wat diep uit de borst. De schouderligging is ietsje steil. Hij heeft een sterke bovenlijn, de paard. Het kruis is voldoende lang. Hij heeft ook voldoende lengte daarin. Het paard is heel droog en hard in zijn benen. Goede kwaliteit benenwerk. De stap was ruim en ook makkelijk door het lijf stappend. En in draf is het paard opwaarts. Heeft een heel goed voorbeengebruik. En zet daarbij het achterbeen ook heel goed onder het lichaam. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster verklaard met een tweede premie. Zo, nummer 6. Could a little bit nobler in the head. De head-neck connection is a little bit heavy. Also the neck is a little bit short and also heavy. The shoulder is good. The upper line is straight, very straight. And the quality of the legs is very good. The walk was roomy and also powerful. In trot, she was uphill and a lot of suspension. Good hind leg using. So we take it in the studbook star with a second premie.
onderwijzer. Huh? Ik vergeet hem onderwijs. Uitslag van nummer 7. Een paard wat is eerder in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft dat een recht neusbeen. Heeft voldoende kap. Heeft ook een lange hals. Met een schouder wat mooi schuin, wat goed schuin ligt. Heeft een bovenlijn die misschien ietsje sterker en ietsje meer gesloten kon zijn. Kruislendenaansluiting zou ietsje sterker mogen zijn. Het beenwerk, voorbeen heeft veel lengte, maar het achterbeen is behoorlijk sabelbenig. In stap zou hij wat ruimer kunnen zijn, ook iets meer kordaardig stappen, iets meer kracht in die stap hebben en ook iets makkelijker door zijn lijf stappen. In draf heeft hij voldoende ruimte. Maar zou je meer opwaarts moeten draven en ook het achterbeen iets meer onder het lichaam moeten zetten. Het paard moet nog wat sterker worden. Vandaag wordt het paard opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Zo, nummer 7. Horse could a little bit nobler in the head. A long neck, good vertical neck. The connections in the back and also the connection loins croup could a little bit stronger. The croup is long enough, a little bit sloping, and then long front leg. The hind legs are sickle hocked, very sickle hocked. The walk could a little bit more roomy, and also a little bit more power. And also in trot, he needs more uphill and the hind legs more under the body. So we take it in the stud book with a 3rd premie.
uitslag van nummer 8. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft mist een beetje de lengte in de nek. Heeft een voldoende halslengte. Schouder is ook voldoende van ligging. Hij zou ietsje sterker in zijn bovenlijn mogen zijn. Het paard heeft een beetje ongelijke heupen. Een paard wat heel droog in zijn benen is. Hard en droog beenwerk. In stap had hij af en toe rechtsachter een takfout. En ook in draf zagen we dat terug. En vanwege die beweging krijgt hij vandaag geen premie. Number 8, een horse with a noble head, and, missing a little bit length in the pool of the neck. And the length in the hals in the neck could also a little bit longer. The back is a little bit weak, and the croup is long and good. The quality of the legs was hard and dry. And the walk and also the trot could have a little bit more regularity and more using of the body. Today, no premie. Ik heb het niet meer aan het begin van de zin.
Paard nummer 9, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd heeft, heeft voldoende neklengte, is een beetje zwaar in zijn hals, doet ook een beetje zwaar van type aan. Zou ook in het middenstuk een beetje sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, maar wel erg hellend. Het beenwerk is sabelbenig en zou hier en daar ietsje droger kunnen zijn. In stap maakt hij voldoende ruimte en heeft hij ook voldoende takt. In draf heeft hij ook voldoende ruimte. Zou je iets meer opwaarts mogen draven, ook het achterbeen iets meer onder het lichaam mogen zetten. Maar dit paard wordt vandaag bekroond met een derde premie. Nummer 9, a horse with a noble head. A little bit length in the pool of the neck. The neck is also a little bit heavy. Also, the horse is a little bit heavy. The back could a little bit stronger. The horse has a long croup, but very sloping. The quality of the legs is very sickle hocked and also a little bit could a little bit harder. The walk was roomy and also powerful and good through the body. In trot, we like to see her more uphill and also the hind legs a little bit more under the body, but overall we think it is a third premie. Thank you.
geen grap, niet stellen, maar één keer. Hè? Super, yeah. Okay.
Uitslag van nummer 10. Een paard met een voldoende edel hoofd, ietsje lang in zijn hoofd. Ook een beetje zwaar in zijn hoofd-halsverbinding. Heeft een lange hals die ook verticaal gesteld is. Heeft een goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn, een voldoende lang kruis. Ook een lang voorbeen wat goed gesteld is, ook correct is het van voren. Het achterbeen staat er goed onder en heeft ook een goede hoek in het achterbeen. De stap is voldoende ruim, ook met voldoende afdruk en ook voldoende door het lichaam gestapt. In draf heeft hij veel ruimte in zijn benen. Hij zou ietsje meer front kunnen maken en ook het achterbeen misschien ietsje meer onder het lichaam kunnen zetten. Maar al met al vonden wij dit toch wel een veulenboek sterhengst. Nummer 10, de head is a little bit nobler, is a little bit long. Een long vertical neck, good shoulder, also the upline is strong. En een croup is long enough. Good quality of the legs, and also the walk was roomy enough and good through the body. In trot, he was had a lot of roomy in his legs, but he needs a little bit more uphill and also a little bit more under the body. But overall, we think it's a nice foal book star stallion. So, dit was de laatste voor vandaag. Wel een prachtig weer vandaag, goed keuringsweer. Ook goede paarden hebben we gezien vandaag, ook bij Ebbega en hier ook weer bij de familie Bosma. Het was allemaal keurig verzorgd, netjes op tijd. En we zijn tevreden over de dag van vandaag. De volgende keuring is volgens mij zaterdag. Denk ik, ik weet het niet precies. Maar kijkt u op de website, dan kunt u zien wanneer de volgende keuring is. Oh yeah, now in English. thank you for looking to the currings. We had a good currings in family Ebbega and also here by the family Bosma. It was taking good care of us and we had nice weather, nice currings weather. And we enjoy very good today. And ik wil mijn collega's nog bedanken, Will Thijssen en Esther Reen. We hebben goed samengewerkt en ook een goede samenwerking gehad. Op naar de volgende samenwerking.